Nou, onze boom gaat naar het Kerstbomenhotel. Onze boom van vorig jaar staat er ook. En nu, als het goed is, inderdaad. Nou, rollen maar. Oh, moet ik eruit? Oké, jongens, we gaan naar die kant op. Nou, daar lopen we dan hoor. Daar lopen we dan. Met de fiets aan de hand. Fiets aan de hand. We hopen dat de zijingang open is. Ja, dat zou wel makkelijk zijn. Nou, en die tweede van links, dat is ook onze boom. En dan hebben we hier deze staan tussen alle andere bomen. Nou, helemaal leuk. Ik weet niet hoe goed je het kan zien, maar het sneeuwt een beetje. Het heeft vannacht ook nog eens gevroren. Dus wie weet, gaat het een beetje blijven liggen, al moet ik zeggen dat ik dat op de grond niet echt zie. Maar wel heel leuk. Wat voor iets leuks ga jij vandaag zonder mij doen? Wat denken jullie? Schaatsen natuurlijk. Woep woep. Als het goed is, kunnen we op de ijsbaan. Nou, die kunnen ook weer uit de stof gehaald worden. Ja, dat was wel gezegd. Haal je schaatsen uit het vet. Stof. Ja. Ik heb wat anders vanavond en het is vanavond alleen maar voor lidhouders of zo. Lidhouders? Leden. Lidleden. Alleen maar voor leden. Ja. Maar goed, hij gaat jullie even meenemen vanavond. Helemaal leuk. Ja. Ik baal gigantisch dat ik niet kan. Veel plezier. Gaat helemaal goed komen. Goedemorgen. Zoals jullie zagen heeft mijn vader dus gisteravond al geschaatst en ik kon dus niet. Dus daar baalde ik echt heel erg van. Al had ik dus officieel ook niet gemogen omdat ik dus geen lid ben. Maar goed, vandaag is de ijsbaan open voor iedereen vanaf 10 uur. Renske heeft vandaag als goed zijn tussenuur. Dus we gaan eventjes kijken of we dan eventjes de ijsbaan op kunnen. Renske heeft namelijk 70 minuten rooster. Dus dan heeft ze waarschijnlijk 70 minuten en een pauze. Dus dan zorg ik dat ik daar ben. Met haar schaatsspullen en zo. En dan kunnen ze lang mogelijk schaatsen nog, zeg maar. Want we willen wel echt, als het kan, vandaag wel echt de mogelijkheid pakken en de kans pakken. Want als we het vandaag niet doen, je weet maar nooit, we wonen in Nederland, is het morgen ineens weer 10 graden en kunnen we niet meer schaatsen. Dus we moeten nu echt gaan als we nog wat willen. Want ik zeg al de hele tijd, ja, het moet nog even koud blijven, want ik moet nog schaatsen. Dus ik hoop echt dat we dat vandaag gaan doen. Maar dat is heel eventjes Renske de reactie afwachten. Maar ik hoop wel dat ze gewoon zegt dat dat kan, of nou ja, ze moet gewoon eventjes laten weten hoe laat ze de tussenuur heeft. Want dan gaan we eens eventjes de ijsbaan op. Oh, ik heb er zoveel zin in. Nou jongens, ik heb net gekeken even op Renske Magister. En ze heeft om 10 voor 11 heeft ze tussenuur, dus over 8 minuten. Dus ik heb heel gauw gegeten en me klaargemaakt. En ik ga nu even gauw de spullen pakken, want Renske heeft dus nog niet geappt. Maar op het moment dat het 10 voor 11 is en zij appt, dan moet ik meteen klaarstaan dat ik kan gaan. Dat is een beetje het idee. Oh, Rens appt nu. Oh, Rens zegt ik pak mijn spullen en dan kom ik. We zijn we dan in je tussenuur. Ja. Laatste rondje. Nou, dan mag je zo weer lekker naar school. Oh, fijn. Maar je wil je leukste tussenuur ooit gehad. Dat sowieso, ja. Nou, inmiddels ben ik weer lekker terug van het schaatsen. Renske is nu weer naar school. Die heeft nog even les en dan heeft ze ook alweer een tussenuur. Dan gaan we niet schaatsen, dan komt ze gewoon lekker naar huis. En het schaatsen was echt heerlijk. Er waren wel veel meer mensen dan ik had verwacht eigenlijk. Ik had verwacht dat het niet zoveel druk zou zijn. Maar er waren toch nog aardige mensen. Maar goed, helemaal leuk. Dat geeft ook lekker een sfeer. Wat in ieder geval een beetje het nadeel is aan deze baan is dat je constant kleine rondjes draait. En dat is gewoon, wordt al snel gewoon, nou ja, saai. Het is natuurlijk wel leuk, maar
Vorig jaar zijn we richting Nijkerk of richting Zeewolde gereden. En daar konden we iets grotere rondjes maken. Dus dan kan je ook iets langer rechtdoor. Dus dat is gewoon iets fijner schaatsen. Misschien dat we daar dit jaar ook nog een keer heen gaan. Uiteraard gaan jullie dat dan zien in deze vlog. Maar goed, in ieder geval, dit was in ieder geval heel erg leuk dat we dit eventjes zo konden doen. Wij hebben helemaal genoten. Ik ga zo nog even de schaatsen uit de hoesjes halen, want dan kunnen ze drogen. Hier een poging tot sneeuwpop maken gedaan. Eerder een sneeuwberg. Een sneeuwberg. Nou, kijk eens jongens. Afgelopen dagen af en toe valt er een beetje sneeuw. Vandaag is er best wel veel gevallen. Mien is lekker een beetje ziek. Maar kijk jongens. Dit krijgen we er al uit. Helemaal leuk. En de zon gaat ook nog eens vandaag. Dus het is helemaal een heerlijke dag.